Het is dus niet verbazingwekkend, maar wel zorgelijk. Pieter van Woensel, ambtenaar van studentenzaken, maakt zich ernstig zorgen over het tekort aan studentenkamers in de gemeente Leiden. Er is dringend geld nodig om de studenten te kunnen huisvesten. Leiden is redelijk vol, dus je hebt niet heel veel grond meer. Het is heel duur om hier te bouwen. Dus je moet echt de portemonnee trekken om dat te kunnen realiseren. Want ja, kamers bouwen levert weinig op voor een projectontwikkelaar. Dus daar moet je geld op toeleggen. En wij zeggen als college dat er dan maar geld vanuit de gemeente bij moet. En dat is de enige manier om het echt van de grond te trekken. Want steun van het Rijk krijgen we niet, jammer genoeg. We gaan een hele grote campus bouwen voor studenten met huisvesting voor 2000 studenten. Dat is op langere termijn. Op een korte termijn proberen wij door een flat om te bouwen voor studenten. Binnen enkele weken ook voor 300 studenten een kamer te vinden. Overigens zal dat niet voldoende zijn, want het tekort in Leiden is zo groot dat we meer moeten laten bouwen. Maar dat is ontzettend lastig. Maar we proberen het wel, want studentenhuisvesting is erg belangrijk voor de stad. Het tekort op dit moment wordt becijferd op ongeveer 4000 kamers. Ik denk dat het in de toekomst alleen maar meer wordt, want de universiteit wil gaan groeien. Dat moet ook wel, dat is heel belangrijk voor de universiteit. Dat betekent nog meer studenten, dus nog meer kamers. Dus het is bijna bouwen tegen de bierkaai op.